Een handhaver benoemde, twee mensen, ze kunnen niet altijd lief voor elkaar zijn. Dus ik neem aan dat dat daar mis is gegaan. Ja. Ik stond een sigaretje te roken in de tuin en ik was aan het bellen met mijn vriendin. En ja, de sirenes hoorde je al gaan. En mijn dochter wilde graag kijken, maar ik wil niet dat ze daar alleen heen gaan. Dus ik zei, nou, lopen we er even heen. En ja, kom je hier en dan staan er natuurlijk al een aantal mensen die eerder arriveren. En dan hoor je, ja, een moord, steken. En nou ja, we zijn een aardig tijdje blijven staan. Ja, en als jij dan ziet wat er allemaal aankomt, dan is diegene niet meer in leven, zeg maar. En vervolgens hoor je tegelijkertijd wat er bij de torenflat aan de hand is. Dat er iemand op het dak stond en eraf wilde springen. Nou, er stond iemand op de flat en die zat op het randje en er stond dus allemaal politie boven. En toen gooide die ineens de telefoon van de flat af en toen dacht hij dus dat hij ging springen. Maar dat was het dus niet zo. Maar hij had zichzelf gewoon overgegeven in principe. En eindstand, ja, hebben we denk ik de link gelegd dat dat de dader geweest moet zijn. Omdat in Katwijk gebeurt niet veel en in één keer gebeurt er zoiets tegelijk, ja. Het was een man en die wilde nu graag als vrouw door het leven. En hij tatoeëerde vroeger altijd en of hij dat nu doet, dat weet ik niet. Of hij dat nu nog deed. En ja, hij heeft mij getatoeëerd vroeger, de naam van mijn dochter op mijn arm gezet. Ja. Diegene die ze van de torenflat hebben gehaald, was dat dan de vriend? Ja, ik denk dat die twee een relatie samen hadden. Zoals je ook op Facebook samen foto's ziet dat ze bij elkaar zitten en noem maar op. En ja, dat was een man en ik denk dat hun een relatie met elkaar hadden. Ja.